Modelspoorclub Wamers moet wijken voor bergruimte. En het Koningsfeest is met de kermis van start gegaan. Zij zitten hier alweer 11 jaar, maar de kelder van een oud schoolgebouw aan de Hoenderparkweg in Apeldoorn moet straks ruimte bieden aan een aantal bergruimte. De school wordt begin volgend jaar verbouwd tot een wooncomplex. De modelspoorclub Wamers moet nu kijken naar een andere ruimte. En die liggen niet bepaald voor het oprapen. Dat is heel moeilijk, want dat soort ruimtes is heel lastig te vinden. En zeker omdat je een vrij grote ruimte zoekt. En uiteindelijk ook een club bent die met weinig leden, met relatief weinig financiën. Dus we moeten uiteindelijk ook een ruimte vinden waar we tegen een bescheiden huurprijs, en dat wil zeggen een niet-commerciële huurprijs, uiteindelijk terecht zouden kunnen. De treintjes, gebouwtjes en alles wat daarbij hoort kunnen niet zomaar in een ruimte worden opgesteld. Daarom heeft Wamers wel een paar eisen waaraan de ruimte moet voldoen. Wat wij zoeken is een ruimte van ongeveer 200 vierkante meter in Apeldoorn of in directe omgeving daarvan. Het moet een droge ruimte zijn, gezien het materiaal wat wij hebben hier aan spoormateriaal en elektrische dingen. De ruimte moet verwarmbaar zijn en als het kan dus ook een betaalbare huur hebben. En wat voor soort ruimtes denk je dan aan? Dan denken we eigenlijk weer aan ruimtes zoals we hier ook hebben. Dus restruimtes in wat oudere gebouwen die niet intensief gebruikt worden. En waar wij zeg maar, vanuit een soort casco-idee de ruimte kunnen opruimen, de ruimte opnieuw kunnen inrichten en dan als goede huurders kunnen beheren. De Modelspoorclub denkt ook aan een vorm van samenwerking. Je zou kunnen denken aan zorginstellingen waar mensen worden verpleegd of verzorgd, waar wij ook nog knutselmiddagen zouden kunnen verzorgen of een keer een rijmiddag met de banen zouden kunnen verzorgen. Je zoekt dus ook naar mogelijkheden voor een win-win situatie. Wamers telt op dit moment 35 clubleden die niets liever willen dan hun hobby uitvoeren. Deze ruimte is nog beschikbaar tot 1 december. Als zij dan geen nieuw onderkomen hebben, dan is het toch een noodoplossing. Gelukkig hebben we nog wel wat noodmogelijkheden achter de hand. Dus we kunnen waarschijnlijk ook nog wel een jaar verder. Maar de ruimte is een belangrijk iets. We willen als club graag een gezellige, goede, sociale ruimte hebben. En daar, ja, dat is een levensbehoefte bij deze hobby. En als u denkt de Modelspoorclub te kunnen helpen, dan mailt u naar penningmeester@wamers.nl. In de nacht van zaterdag op zondag heeft er een brand gewoed in het pand van het Leger des Heils aan de Hoogbuurloosweg in Uggelen. Toen rond 2 uur de brandweer arriveerde, stond het pand met rieten dak al in lichte laaien. De brandweer had moeite de brand onder controle te krijgen en moest tot in de ochtend het vuur blussen. Er raakte niemand gewond, maar de politie heeft wel een 34-jarige man aangehouden voor belediging. Hij is cliënt van het Leger des Heils. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend, maar brandstichting wordt zo goed als uitgesloten, laat de politie weten. Het pand moet als verloren worden beschouwd. De politie heeft zondagavond een 17-jarige jongen opgepakt. Hij wordt ervan verdacht samen met een andere dader, een 23-jarige man, op de Meidoornlaan in Apeldoorn met een vuurwapen te hebben bedreigd en beroofd. Het slachtoffer moest zijn spullen afstaan. Naar de andere dader wordt nog gezocht. Maandagochtend zijn 4 jonge mannen van begin 20 om het leven gekomen nadat hun auto van de weg raakte en tegen een portaal met matrixborden aanreed. De auto vloog daarna in brand. Dat gebeurde op de A1 bij de afslag naar Deventer rond 7 uur. 2 van de slachtoffers zouden leden zijn van de voetbalvereniging Columbia uit Apeldoorn. De club heeft daardoor gelijk na het bericht de wedstrijden van het eerste en tweede elftal afgelast. Door het ongeval is de A1 richting Apeldoorn tot 8:30 ochtends afgesloten geweest. De oorzaak van het ongeval is niet bekend. De politie heeft een uitgebreid onderzoek ingesteld. Wandelaars op de Kleiberg bij Uggelen hebben dinsdagmiddag de brandweer gewaarschuwd voor een heidebrand. Vanwege de droogte zette de brandweer meerdere eenheden in om te voorkomen dat de brand verder zou gaan uitbreiden. 4 brandweerkorpsen wisten de brand snel onder controle te krijgen. Een stuk van 50 bij 50 meter ging door de brand verloren. Er is een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de brand, want die is nog niet bekend.
Nog even en dan barst het Koningsfeest echt los. Traditiegetrouw is daar ook een kermis bij die woensdagmiddag van start ging. Het Marktplein is weer volgezet met allerlei attracties. Dit jaar hebben we eigenlijk andere attracties dan andere jaren. We hebben dit jaar de Booster Max, een enorm mooi groot ding, 55 meter hoog. En we hebben de welbekende breakdance als extra toevoeging dit jaar. De kermis staat er tot en met donderdag 2 mei. Op bepaalde dagen is er meer te beleven dan rondjes draaien of een gokje wagen. Ja, vandaag beginnen we met de Oranje Stichting heeft andere stichtingen uitgenodigd met gehandicapte mensen. Zodat ze hier een middagje gratis kermis kunnen vieren. En daarna hebben we de Koningsnacht, aansluitend de Koningin of de Koningsdag dan tegenwoordig. En daarna hebben we op zondag de Eurodag met het bezoekje van meneer De Uyl om 3 uur. Oh, dat is grappig, want daar is al heel veel om te doen. Maar jij hebt De Uyl al. Ik heb meneer De Uyl al heel vroegtijdig kunnen boeken, ja. Daar hebben we geluk mee dat hij die datum nog vrij laat. En we hebben dan op woensdagmiddag hebben dan ook weer Eurodag. En hebben we echt voor de wat kleinere hebben we dan Paw Patrol. De openingstijden wijken op bepaalde dagen iets af. Nou, we beginnen vandaag om 1 uur en tot 's avonds 11. En dan hebben we de aansluitende dagen eigenlijk identiek gelijk. Enkel uitzondering dat dan de vrijdagnacht gaat langer door. En dan de zaterdag is dan de Koningsdag, eigenlijk de hoofddag. Die begint 's ochtends al om 9:30. Vrijdag ga je langer door, tot hoe lang? Nou, dat is eigenlijk uitlopend. Dat is eigenlijk een beetje afhankelijk van het weer natuurlijk. En van het publiek, hoe het zich gedraagt en hoe het zich begeeft. Als het ook de kermis blijft bezoeken. Volgend jaar moet de kermis ergens anders staan, want dan wordt het Marktplein aangepakt. Morgen overheerst de bewolking met weinig zon, maar blijft het droog. Bij een matige wind wordt het een graad of 15. In de avond en nacht is het bewolkt, maar blijft het droog. De wind neemt af tot zwak en het koelt af naar zo'n 7 graden. Dinsdag is het wisselend bewolkt met aardig wat zon en blijft het droog en wordt het een graad of 17. Woensdag is het vrij zonnig en droog en ook dan wordt het een graad of 17.